Het is een prachtige zondagmiddag om te gaan hockeyen. We kijken vandaag naar de wedstrijd tussen Almere en Ringpaas Delft. We kijken dus naar hockey in de promotieklasse. Het Almeerse team staat op de 5e plek en het team uit Delft staat op de 10e plek. Dus het is je eerste wedstrijd, man. Hoe kijk je daarop terug? Ja, vet. Vet. Het enige wat ik tot nu toe gespeeld is bekerwedstrijden en oefenwedstrijden. En het ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Zeker aan het begin van het tweede seizoen ben ik echt sterk begonnen. Maar ja, ik heb pech dat er een hele goede eerste keeper voor me zit. En als de keeper het goed doet, dan ga je niet zomaar missen. En waarom stond je vandaag er wel in, hè? Omdat die andere keeper de hele week met corona bed heeft gelegen. Vorige week won Almere van Cartoes met 0-3. En daarvoor werd tegen Tilburg gespeeld en dat was een gelijk spel 2-2. Aan het begin van de wedstrijd krijgt het Delftse team al snel een strafcorner, maar die gaat er niet in. We hadden dus een hele speciale tactiek bedacht van tevoren al hoe die eruit zouden lopen. En hoe was die tactiek? Met z'n tweeën naar de kopcirkel zouden lopen, steekt er eentje schuin over om hun tip eruit te lopen. Want wat we de video zagen is dat zij graag een back-end tip spelen. Dan even later aan de andere kant van het veld krijgt Almere een strafcorner en die wordt wel benut. 1-0. Ja. Ja, we hebben Stijn Jolie, dus een goede corner en zijn harde ballen. Vandaag heb ik gewoon 2 gescoord. Daarom hij is bij ons. Maar het blijft spannend, want ook Delft krijgt een strafcorner. En zij weten er ook te scoren. En het is inmiddels 1-1. Ja, kijk, als je eindeloos kansen krijgt als team, dan is het natuurlijk een kans dat er op een gegeven moment eentje ingaat. Ik denk dat ik de corner in eerste instantie weer goed uitlopen. En dat we dan net niet scherp zijn in het repareren. Daarna dat ze vrij makkelijk die cirkel inkomen en dan ligt een stik op de goede plek. 5 minuten voor rust krijgt Delft een strafcorner en die wordt ternauwernood gestopt door de Almeerse verdediging. En dan gaan beide teams rusten met een gelijke stand. 1-1. Wat zeg je dan tegen die mannen? Dat wij moeten gewoon meer druk genereren aan de bal. En dat is niet een tactisch verhaal, dat is een individueel verhaal. Dat moet gewoon die eerste meters, de eerste loopmeters na de druk, wij moeten gewoon echt sprinten en wij waren niet aan. Het begin van de tweede helft is erg spannend en Almere komt onder druk te staan. Ze creëren zelf nog een kans, maar deze weten ze niet te scoren. Maar dan aan de andere kant van het veld wordt er een overtreding gemaakt en krijgt Delft een strafbal. En die wordt benut. 1-2. En wij hadden vandaag moeite met onze spanning. Met onze spanning, niet dat ze waren gespannen, maar ik geloof in als je speelt een wedstrijd, je hebt de correcte spanning. We hebben gewoon daar niet gevonden. En dan moet er toch wat gebeuren aan Almeerse zijde. Een achterstand van 1-2 moet je toch om kunnen buigen. En dat doen ze ook. Want uiteindelijk komt er toch die bevrijdende 2-2. Ja, die 2-2 was lekker. Want wat ik zeg, we creëren niet heel veel kansen. Alhoewel het wel in de tweede helft wel wat meer werd. Een paar scherpe ballen voor langs. En dan voel je ook wel dat er een beetje aan gaat komen. Dan voel je wel als er meer kansen komen. Dat je denkt, oh ja, het moment gaat komen. En door die 2-2 tankt Almere zelf vertrouwen en krijgen een aantal kansen. En dan in die slotfase van de tweede helft, dan scoort Almere toch nog. En is het 3-2 en gaan uiteindelijk met de winst naar huis. Is Stijn de man of the match? Als je 2 doelpunten maakt en je 3 wint 3-2. Dat zou ik Stijn wel een goede kandidaat noemen, ja. Almere Lokaal, de sporter in beeld.